Ja, we gaan verder met het tweede deel van het programma. Iedereen moet trouwens blijven, want de muzikanten zijn onderweg. En we krijgen straks een spetterende finale. Kees van Raak, de vierde stadsdichter van Tilburg, die is trouwens ook onderweg. Dus die gaat zo meteen ook nog dat denk ik niet. Anders kan dat. We zitten nu in een fase dat we even een beetje tijd moeten rekken. Dus even allemaal iets laten doen. Nee. Het is een moppenavond. Hè? Het is een moppentrommel. De opperpater is de Max de Jeugd Tilburg. Dat is een moppentopper. Dus ik had gedacht om nu een hele lange mop te gaan vertellen. Hele lange? Ja. Die ga jij vertellen? Ik ga hem vertellen. Okay. Want hij zit nog steeds niet in jouw oeuvre. Het zit nog niet in het boekje. Op een paar, jij vindt het volgens mij te lang of te ingewikkeld. Je moet schoonmoeder of? Dat is een hele korte. Oh, ja. Nou, heel ingewikkeld. Dit wordt een hopelijk vrij lange mop. Kees van Raak trouwens, die er nu nog niet is, die vond hem heel grappig. Zo grappig zelfs dat hij hem in het Engels tegen een Franse serveerster wil gaan vertellen. Ik ga hem eerst vertellen en dan moeten jullie maar uitmaken wat jullie er zelf van vinden. Het is een mop over een vlo uit New York. Er was dus een vlo in New York en die was een beetje overwerkt. Dus die dacht van, ik moet eigenlijk eens een keer op vakantie. En die vlo die gaat naar een reisbureau en de medewerker van het reisbureau zegt van, we hebben een ideale vakantie voor jou. Je gaat naar Egypte en dan blijf je een week in de snor van Omar Sharif zitten. Heel relaxed. En die vlo denkt ja, dat is een goed idee. Dus die vliegt naar Egypte en die kruipt in de snor van Omar Sharif. Maar na 2 dagen is die vloer alweer terug in New York bij het reisbureau en hij klaagt. Hij zegt van ja, die Omar Sharif, ja, ik zit in zijn snor, maar die man die rookt de hele dag zware sigaren. En ik hoest me te pletten en dat is helemaal niet fijn. Oké, zegt die medewerker van het reisbureau, ik weet iets anders. Je gaat naar Cannes en dan ga je een week in het schama van Brigitte Bardot zitten. Het is een beetje gedateerd, hè? Omar Sharif en Brigitte Bardot waren allebei heel groot in de jaren 60. En die Flo denkt, ja, het schama van Brigitte Bardot, dat lijkt me wel wat. Dus die Flo die vliegt naar Zuid-Frankrijk. Kruipt in het schama van Brigitte Bardot. Maar na 2 dagen is hij toch weer terug op het reisbureau in New York. En dan zegt die medewerker van, ja, wat zullen we nou krijgen? Schaam maar van Brigitte Bardot, kom op zeg. Omar Sharif had... Ja, hallo! Hij moet zelf weer in het middelpunt staan. Dus ja, precies, Erik, precies. Ja, die medewerker zei dus van, ja, schaam maar van Brigitte Bardot. En die vloer zegt van ja, oké, okay, ja, dat is fijn. Brigitte Bardot ligt de hele tijd naakt te zonnen aan de rand van het zwembad. Het zonnetje schijnt op haar kruis, dat is heel fijn. Maar zegt die vloer, en na 2 dagen zat ik weer in de snor van Omar Sharif. Ja, ik vind nog steeds jammer dat hij niet in het boekje staat. Oh, ja. Oké, we gaan verder met het programma. Het is nu tijd voor poëzie. Jasper Mikkers. Hey. Van harte proficiat. Met de verschijning van jouw mooie boek. En ook de maker natuurlijk, of de bedenker van het... Ja, dat is Anton. Is dat Anton? Oké, maar jij bent in elk geval degene die er echt vaart achter gezet heeft en het gerealiseerd heeft. Ik heb een paar gedichten gekozen waarvan ik denk dat ze wel een beetje bij de sfeer passen en bij deze geweldige feestelijke gelegenheid.
Ja, ik heb gelukkig wat ik eerst was ik van plan om één of twee gedichten te lezen, want het zal een heel de lijst van optredenen die zou wel buitengewoon lang zijn, maar dat is niet het geval, dus ik kan de gedichten die ik meegebracht heb lezen. Eerst Erik, het gedicht, dat is, dat heeft als titel Anaal van Beet. Kan je iets horen, Jos? Ja, anaal gebeet. Wat zei je? Wilbe. Dankjewel. Van voren horen we het, van achter nog niet. Ik kom dadelijk daar staan. Ik ga dadelijk daar staan, dan lees ik die kant op. Wanneer wij onze levenslust belijden en ons met hartstocht wijden aan vormen, bol en rond, of kussen, mond op mond, dan komt het wel eens voor dat een schuinse kletsmajoor de betovering verbreekt. Doordat hij spreekt met een geluid donker brommend, of repeterend en opsommend, of juist heel hoog van toon, bijna als een vibrafoon. Hij schijnt iets te beweren, maar dan zonder goed articuleren. Wie het duiden wil, heeft het niet breed. Het lijkt of elke scheet staat voor een lettergreep of woord, maar strikt genomen niet spoort. Hij spreekt als een analfabeet. Die niet te veel van taal afweet en geeft bijvoorbeeld geen begin aan van een nieuwe zin en wil de naam niet spellen van wie hij ons iets gaat vertellen. Waarom liefde af te breken voor luisteren naar kreupel spreken? Beter vrijen zonder woorden dan de lust vermoorden. APPLAUS.